Een blik op de actualiteit, muziek, economie en aansprekende gasten. Vanuit het Scheldertheater in Terneuzen is dit de eerste aflevering van Zeeuwse Zaken. Goeiedag, we zijn er vanaf deze week iedere vrijdag met ons nieuwe programma Zeeuwse Zaken. En met uitzicht op de Schelde praten we over zaken die ertoe doen in het Zeeuwse en in de Zeeuwse samenleving. En ik ontvang hier aan de bar steeds wisselende gasten. Zo ga ik straks onder meer praten met Henk van Koeveringen. Hij is van de Roompot en Roompot heeft afgelopen week een nieuw vakantiepark geopend in Catzand. Maar mijn eerste twee gasten, ja, die behoeven eigenlijk nauwelijks enige introductie. Twee bekende Zeeuwen, Carla Peijs en Dennis de Nooijer. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Peijs, heeft u iets met voetbal? Ja, ik heb wel iets met voetbal. Vrije keuze ook? Ja, nou af en toe. Mijn echtgenoot is voor Feyenoord en ik ben voor Ajax. Ah, dat is spannend aan tafel. Dennis, heb jij iets met politiek? Nee. Goed, dat belooft een uitermate spannend gesprek te worden, dames en heren. Wij gaan om te beginnen terugblikken op de afgelopen week. Wat waren de belangrijkste Zeeuwse zaken? Het was een feestelijk weekje in Zeeland. Dat begon al afgelopen weekend, want als het voetbalseizoen bijna klaar is, worden er natuurlijk kampioenschappen gevierd. Zo werd Oostkapelle voor het eerst in 28 jaar kampioen. Gefeliciteerd mannen en geniet ervan, want als het weer 28 jaar duurt, is dit voorlopig het laatste feestje. Ze vierden zo hard feest in Oostkapelle dat de grond trilde, tot in Borselen aan toe. Maar gelukkig, de kerncentrale is veilig, alhoewel er wel aanvullend onderzoek moet komen of de kerncentrale genoeg bestand is tegen aardbevingen. En zou de kerncentrale bestand zijn tegen granaten? Zo gek is die vraag niet. Bij de Milieustraat in Hulst werden deze week namelijk wat mortiergranaten afgeleverd. De explosieve opruimingsdienst heeft een verrassende tip. Het mooiste zou zijn als mensen dit thuis hebben. Granaten bij mij thuis? Nou, nee hoor, dank u wel. Uiteindelijk bleken de granaten onschadelijk, net als deze speelgoedtanks. Maar we gaan terug naar het feest. Bij kampioenschappen hoort bier, veel bier. Bij bierbrouwerij Emelisse hebben ze die boodschap begrepen. Dankzij nieuwe tanks kunnen ze daar sinds deze week twee keer zoveel bier brouwen. Dat is ook nodig, want in het buitenland zijn ze dol op ons Zeeuws bier. Is iedereen dan blij deze week? Nee, de boeren klagen over het slechte weer. Ja, dit is weer eens wat anders dan gersternat. We staan hier wel op een laag punt, maar het is gewoon helemaal verzadigd. En oké, in Goes balen ze dat de sporentunnel er niet komt. En je elkaar dus amper kunt verstaan. Maar het helpt natuurlijk ook niet als je je vingers in je oren doet. Feestelijk is wel de Zeeuwse top 40 van Omroep Zeeland. De strijd om het mooiste Zeeuwse liedje barstte deze week los met een intiem concert van Raccoon bij de Omroep. So look at the heroes in the Liverpool rain. En dat vindt iedereen leuk. Super, fantastisch. Was echt leuk. Geweldig, heel goed. Leuk. Leuk, heel leuk. En feest wordt het hopelijk morgen ook bij de JVOZ. De C1 kan morgen kampioen worden en promoveren naar het allerhoogste niveau in Nederland. Dat zou knap zijn van het elftal van Dennis de Nooijer. En tja, inmiddels verhuist het ene na het andere talent naar clubs in de betaalde voetbal. Zo ook het grote talent Karim. En ja, als je dit doelpunt ziet, dan snap je wel waarom PSV hem na dit seizoen naar Eindhoven haalt. Ik kan me niet herinneren dat Dennis de Nooijer ooit zo mooi heeft gemaakt, maar dit terzijde. Ik ga zo direct met Carla Peijs praten over de stand van de Zeeuwse economie, maar nu eerst met Dennis de Nooijer over de JVOZ. Want ja, een belangrijke dag morgen. Ja. Ja, het is een unieke dag. We kunnen kampioenen met C1 en dat wordt dan met C1 de hoogste divisie proberen te bereiken. Ja, wat betekent dat voor de JVOZ als je dat bereikt? Ja, dat we in ieder geval de talenten wat langer kunnen behouden. Dat ze op hetzelfde niveau gaan spelen als Feyenoord, PSV, Ajax. En dan hoeven ze niet zo snel naar een andere club toe. Dat willen we wel heel graag. Maar bijvoorbeeld Karim, wat we net zagen. Ja, die gaan nu al als tweede jaar C naar PSV. Dat vinden we fantastisch. Eerste jaar C is hij volgens mij zelfs. Ja, nu is hij eerste jaar C, maar volgend jaar is hij dan tweede jaar C. Ja, dat vinden we fantastisch. Alleen, we hadden liever nog een jaartje bij ons gehouden. Om nog beter te laten ontwikkelen in zijn omgeving. En dat is wel de doelstelling die we van tevoren hebben afgesproken. Zou u een jongetje van 14 jaar in zijn uppie richting Eindhoven laten gaan? Of met ouders? Maar zou u dat toelaten? Want er komt veel bij kijken als je besluit om je zoon in Eindhoven te laten voetballen.
Ja, als dat nou zijn passie zou zijn, dan denk ik dat ik wel mijn best zou doen om dat, om dat te laten gebeuren. Het is wel een lastige afweging. Maar het is een lastige afweging, ja. Maar ik denk PSV zorgt vast heel goed voor. Oh ja, dat komt zonder twijfel goed. Ja. En het is een goede jongen, volgens mij. Ja, nee, absoluut, absoluut. Maar worden jullie niet ook een beetje slachtoffer van het eigen succes? Want met dat jullie maar kampioen blijven worden en blijven promoveren, worden jullie steeds aantrekkelijker. Ja. En dit seizoen meen ik al 13 of 14 spelers die de stap maken naar een BVO. Ja, maar we hebben daarvoor gekozen. Hè. We hebben gekozen voor het feit dat wij talenten wilden bundelen. We wilden ze samen laten spelen. We wilden ze de kans geven om naar een betaalvoetbalorganisatie te gaan. Nou, en nu is het zover. En dan gaat iedereen praten over eigen slachtoffer van succes. Maar ja, ik vind juist dat dit zo mooi is dat je dat wel moet laten gaan. En kijk, het mooiste is natuurlijk dat ze in de B-junior weggaan. Dan zijn ze 15, 16 jaar. Maar dat ze iets eerder gaan, ja, wij gaan dat niet tegenhouden. Maar Karim heeft daar bewust voor gekozen, de ouders hebben daar bewust voor gekozen. Ja, wij hebben vertrouwen in PSV. We hebben wel een samenwerking met FC Twente, sowieso. Maar als een kind en een ouder kiezen voor PSV, ja, dan gaan wij niet zeggen, nee, je mag niet gaan, want je moet naar Twente toe. Nee, je bent te jong, je mag niet gaan. Wij geven alleen advies dat ze iets later zouden kunnen gaan. Ja, maar wat bouw je nou eigenlijk aan? Wil je ook zelf een betaald voetbalclub in Zeeland hebben? Nou, dat is ooit misschien wel een droom, maar dat is niet de doelstelling geweest. Kijk, wat de twee doelstellingen. Maar je ogen gaan wel glimmen. Ja, maar kijk, het mooiste, natuurlijk zou het mooiste zijn dat het een betaalvoetbalorganisatie is, maar zover is het nog niet. Hè. Laten we eerst ons concentreren op de jeugd. En dat gaat goed. We zijn er nog lang niet, want niet elk elftal speelt even hoog of het hoogste van Nederland. Maar wat wij belangrijk vinden is dat zij de kans krijgen om naar betaalvoetbal te gaan. En je moet niet vergeten dat er ook heel veel spelers nu uit de A-jeugd en de B-jeugd naar Zeeuwse clubs gaan. Ja, naar amateurclubs, uitstromen. En daar, dat is ook een doelstelling. Ja. Hè? Dus naar GPC, naar Kloetingen, naar Vlissingen, naar SCS, naar Goes. Ja, daar doen we het ook voor. Maar het is tijd om zaken te doen. Hè? Want we hebben nu de commissaris van de Koningin aan tafel zitten. Hè? Uiteindelijk is de ambitie om te komen tot een Zeeuwse betaald voetbalclub. Ik snap dat je mij ook in zo'n voetbalelftal wil hebben, maar ik geloof niet dat iemand moet de vlag vasthouden langs de lijn. Maar los daarvan, wat zou u ervoor over hebben? Kan de provincie daar een rol in spelen? Want het zegt ook iets over zeg maar de export van Zeeland. Als je weer een betaald voetbalorganisatie hebt in je provincie. Nee, ik denk niet dat op dit ogenblik onze grootste prioriteit is. We zitten echt in een hele moeilijke situatie waarin we wel iets als topsport hebben we wel het een en ander over. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat Zeeland niet toe is aan een betaald voetbalorganisatie. Als je ziet wat daarvoor geld in moet van gemeentes, geld is er gewoon niet. We moeten gewoon heel eerlijk zijn. Maar dat is onze ambitie ook nog niet, hè? Nee, nog niet. Maar nee, dat je nog niet. Zegt, nee, ja. Dat bedoel ik. Maar in eerste instantie is natuurlijk gewoon de jeugd en naar een goed niveau brengen. Ja, gewoon ook leuk amateurvoetbal. Als je goede spelers aflevert, gaat je amateurvoetbal natuurlijk ook een betere kwaliteit. U heeft er echt verstand van. He? U heeft er echt verstand van. Tuurlijk. Ja. Misschien toch goed, Dennis, om nog even over die wedstrijd van morgen te hebben. Ja. Jullie spelen thuis in Vlissingen. Om half elf. Om half elf. Ja. En het is tegen Geldrop. Geldrop. Geldrop, ja. Hè? Ja. Ik zeg het goed. En als het goed is, gaan jullie promoveren naar het allerhoogste niveau in Nederland. Ik wens je heel veel succes, heel veel plezier. En na afloop, als je gewonnen hebt, niet te veel bier drinken. Nee, dat mag niet. Alleen in Ibelisse bier drinken. Goed, iedere week in Zeeuwse Zaken geven we ook muzikaal talent de kans om op te treden hier in de grote zaal van het Scheldetheater in Terneuzen. En vandaag is dat een pop-rockformatie uit Bruinisse. Ze gaan morgenavond ook optreden. Dat doen ze bij de voorrondes van Grauw Rock op Sportpark De Boomwei. Maar nu bij ons een akoestisch optreden van Jimmy Dumble. Just a little bit, but not enough to keep you close. That's what she said. She moves.
No, she won't. She won't be home. Morgenavond dus in Grauw live te bewonderen de mannen van Jimmy Dumble. Ja, inmiddels heeft Dennis de Nooijer plaatsgemaakt voor Henk van Koeveringen, directeur van Roompot Vakanties. We gaan straks praten over het park dat onlangs is opengegaan in Catzandbad, Noordzee Residans. Maar met uw welnemen ga ik eerst in gesprek met mevrouw Carla Peijs. We gaan straks het economisch nieuws bespreken, want dat is de vraag die ik u vooraf heb gesteld. Maar ik vind dat we er niet aan kunnen ontkomen om ook even te spreken over de Hedwiegepolder. Want 15 mei is de datum waarop het kabinet een brief moet afleveren in Brussel, waar de plannen in staan als het gaat om de toekomst van de Hedwiegepolder en met name natuurlijk als het gaat om de natuurcompensatie. Hoe staat het ervoor in de wetenschap dat het kabinet is gevallen en het debat over die Hedwiegepolder tussentijds is afgebroken? Nou, wat ik in de krant heb gelezen, en dat hebt u ook waarschijnlijk gelezen, dat het kabinet dit plan handhaaft. Dus ik denk dat met dit plan het kabinet teruggaat in de Kamer. De Europese Commissie heeft nou wel iets gezegd dat ze het ermee eens waren, dat ze er wel mee konden leven. En dan zal het aan de Kamer zijn. En als ik dat goed geteld heb destijds, was de Kamer niet voor dit alternatief. Nee, en dat betekent dat de Kamer tegenstemt. En wat is daarvan dan de consequentie? Nou, daar is Henk Bleker altijd heel erg duidelijk over geweest. Die heeft altijd gezegd, het is echt een rijksbeslissing. Hè. Zij moeten het doen en de Tweede Kamer die moet dus uiteindelijk zeggen wat ze echt willen. Henk heeft altijd gezegd van, het is dit alternatief of de Hedwiegen. Dus dan ga je terug naar het eerste plan Henk Bleker en dat is het ontpolderen van de Hedwiegepolder. Ja, ja. En dan gaat het feest van vooraf aan beginnen. En feest bedoel ik cynisch uiteraard. Dan gaat opnieuw de emotie opspelen. Nou, dat kunnen we ons niet meer permitteren. Ik denk dat het nou ook afgelopen moet zijn. Ik vind dat het Zeeland verdeelt. Ik vind dat het ons gescheiden houdt van de Vlamingen. We wachten dat ding af. En wat daaruit komt, wat er uit dat besluit komt, dat moet het zijn. Wat het ook is, dat is het. Klaar. En dan gaan we ook echt spijkers met kop slaan. En het iets doen, want we moeten gewoon verder in Zeeland. Duidelijk. Dan gaan we naar het economisch nieuws. Wij hebben u gevraagd van nou, kijk nou eens wat er speelt zo al deze week. Zo was er bijvoorbeeld een vergadering van de Vlaams-Nederlandse Delta, waarin Zeeland, Brabant, Zuid-Holland en Vlaanderen, Antwerpen met elkaar in gesprek zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de bio-based economy, zeg maar even de groene economie. Wat is daar uitgekomen? Nou, dat we dus samen een plan gaan maken. En wij lopen als Zeeland nog wel een beetje voorop. Hè? Maar dat is heel gewoon, is met alles eigenlijk zo. Hè? Dus daar gaan we ook nog wel eventjes mee door. We hebben dus samen met Gent hebben we een hele goede samenwerking. In Gent staat een proeffabriek. Wij hebben een opleidingsinstituut. Nou, als je in Zeeuws-Vlaanderen komt, zie je op een zeker moment een prachtig groen gebouw. En daar gaan straks de opleidingen van start. Nou, er zijn al heel wat inschrijvingen. Dus we gaan in juni wordt dat geopend. Dan komt Chris Peters, de premier van Vlaanderen. En Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken. Die komen in een biobase opleidingsinstituut. Komen ze openen. En daar verwachten wij allemaal veel van. Hè. En wij doen wat anders. En daarom ben ik eigenlijk heel blij mee. Ik ben een vaste gelover. En overtuigd van maakindustrie. Dat een land in maakindustrie de meeste creativiteit en de meeste innovativiteit kwijt kan. Nou, in het noorden van Nederland gaan ze meer op de biobrandstof zitten, om brandstof ervan te maken. En wij gaan echt voor producten. Hè? Er zijn een heleboel producten waar een heleboel natuurlijke producten uit de agro-industrie, waar je dus andere dingen van kunt maken dan voedsel alleen maar. Ja, meneer Koeveringen, bent u ook een groot voorstander van de duurzame samenleving en houdt u daar in uw bedrijfsvoering ook rekening mee? Ik denk dat er geen ander alternatief is. Wanneer we op dit niveau willen blijven leven, kunnen we de aarde onmogelijk met z'n allen in 20 jaar uitputten. Dus het doet er eigenlijk niet zoveel toe wat je ervan vindt. Het kan gewoon niet anders. Het is een grote verschil met 5 jaar geleden. Ja, dat iedereen ervan overtuigd is dat het gewoon moet. Er is gewoon geen enkel ander alternatief. Een ander onderwerp nog is de marinierskazerne. De komst van die marinierskazerne naar Vlissingen. Een paar weken geleden blijdschap alom natuurlijk hier in Zeeland. U zei zelf, we zien eindelijk weer eens de voorlampen in plaats van de achterlichten. Maar
Er is een gevaar en dat gevaar is dat dit onderwerp mogelijk controversieel wordt verklaard. En dat dit demissionair kabinet dus geen definitief besluit mag nemen over die marinierskazerne. Ja. Maakt u zich zorgen? Eigenlijk niet meer zo heel erg. Want we hebben met z'n allen gerekend, en zelfs meneer Van Koevering heeft ons daar nog even bij geholpen, om allerlei alternatieven op tafel te leggen, zodat wij zodat de prijs van Vlissingen de prijs van Doorn nadert. Nou, op dit ogenblik liggen we zelfs onder Doorn. En dat was het grote punt van de Kamer. Het is op zich een punt wat de Kamer niet hoeft goed te keuren. Dus ik heb hele goede hoop dat het gewoon doorgaat. Ja, daar lobbyt u voor in Den Haag ook, ja, om dat voor elkaar te, ja, krijgen. We leggen dus ook aan de Kamer uit van hoe dat in elkaar zit, waar het verschil zit met de vorige berekeningen. Hoe het kwam dat we toen een rapport in moesten leveren waarin we nog niet alles door hadden kunnen rekenen. Nou, dat hebben we nou allemaal wel gedaan. En nou ligt er een plan van Zeeland met 70 hectare ten opzichte van een plan van Utrecht en van Doorn met 24 bruikbare hectare. Het terrein is wel wat groter, maar je kan niet meer gebruiken. En wij zijn goedkoper. Ja, dus u zegt nu door pakken daar in Den Haag en zorg dat er in ieder geval wij gaan doorpakken. Goed, van doorpakken naar Henk van Koeveringen, dat is maar een hele kleine stap, zeg ik maar eventjes. Want een bedrijf dat ooit begon met 3 werknemers is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste spelers op de vakantiemarkt. En nou, als je dan kijkt wat Rompot allemaal in te brengen heeft, dan zijn dat volgens mij zo'n 2000 man personeel en dik 40 eigen parken verspreid over meerdere landen. En dan een nieuw vakantiepark in Cadzand als laatste wapenfeit. Is die markt dan nooit verzadigd? We hebben er heel lang over gedaan, hè? Dat heeft u niet gedacht. Ja. Een mensenleven zit erin. Ja. Ja, elke markt is verzadigd. Er is geen markt die niet verzadigd is. Ik bedoel, wilt u schoenen, wilt u een jas, heeft u ooit in de rij moeten staan? Het is er allemaal in overvloed en meer is te veel. En daarmee zegt u dat mag geen reden zijn om niet door te groeien? Nee, het is een kwestie van kwaliteitsverbetering. Er zullen voortdurend producten bijkomen die innovatief zijn, die nieuw zijn, die een verbetering van het geheel, die efficiënter en meer doelmatig zijn. En dat betekent dat andere producten verouderd zijn en dus af zullen vallen. Als je zou zeggen verzadiging is het eind van de productie, dan zouden we nu met z'n allen kunnen stoppen. Maar de innovatie en de vernieuwing en de verbetering, en daar moet Zeeland ook in voorop lopen, zal ervoor zorgen dat je nieuw krijgt en dat er oud vervalt. Goed, we gaan zo meteen uitgebreid verder praten over dat nieuwe park en het ontwikkelen van een nieuwe park en ook in Zeeland dus. Maar we gaan eerst kijken naar de reportage die wij deze week maakten, want dat park is nog maar net open. De eerste gasten druppelen dan binnen, terwijl aan de andere kant er ook nog volop wordt gebouwd. Crisis? Nou, hier in Cadzand bad echt niet hoor. Hier wordt volop gebouwd. Aan de boulevard verrijst het ene appartementencomplex na het andere. En ook een groot vakantiepark heeft inmiddels zijn allereerste gasten van harte welkom geheten. Ochtend in Zeeland, een dorp aan een duinrand. Bij ons klagen de projectontwikkelaars niet, maar ze bouwen. En daar zijn we natuurlijk buitengewoon blij mee. Dat kan onder andere omdat het ook een groot verkoopsucces is. Er is kennelijk dus een grote vraag naar vakantiewoningen. Ik denk grotendeels als beleggingsobject. Maar dat is wel bijzonder interessant voor ons. Kan je uitleggen wat is hier nou zo bijzonder aan? Wat maakt dit park nou anders dan alle andere vakantieparken? Het maakt het in eerste plaats bijzonder wat betreft architectuur. En het moet de sfeer ook uitstralen van de kustplaats Knokke. Dus jullie halen België eigenlijk naar Zeeland? Wij halen België en Zeeland, ja. We zitten nu, laten we zeggen, op 360 huizen die inmiddels verkocht zijn van de 450. Waarvan er, ja, een aantal nog maar klaar zijn. In de komende maanden komen er echt weer meer klaar. Per fase wordt het opgeleverd. En ik denk dat binnen een jaar, anderhalf jaar, het complete park volgebouwd is. En allemaal verkocht en in de verhuur. Hey, hoe groot is het park eigenlijk? Want, ja, nou, een beetje hectares zijn het wel. Ik weet het niet precies, maar ik denk tussen de 50 en de 60 hectare. Laten we naar het piratenschip gaan. Hoi, kijk het eens aan. Zo. Maar jullie hebben hier dus een huisje. Ja, helemaal blij. Helemaal blij. En waarom hebben jullie gekozen voor dit park? Wij hebben al heel lang gekeken in Cadzand. En je kunt hier wandelen en fietsen door de duinen. Dat vind ik prettig. En Cadzand is nog een beetje kneuterig. Het voordeel van zo'n park is wel dat het huisje nieuw is, wel met faciliteiten. Dat vind ik wel prettig. Maar het moet dus inderdaad geen Knokke of Donburg worden. Cadzand blijft een prachtig dorp. Maar het neemt toe, dat is absoluut zo. Alles bij elkaar, zo'n 4000 bedden. Dat betekent een flinke plus voor onze lokale economie.
De middenstand en alle toeleveringsbedrijven, dienstverleningsbedrijven hebben daar een groot voordeel van. Dus het is een enorme slag, uitbreidingsslag voor het hele dorp. Goedemiddag. Hallo. Jij bent hier de baas, zie ik. Nou, ik heet wel baas, maar ik ben niet de baas. Ik ben niet. Wat doe jij hier precies? Ik werk hier op de receptie. Ik ben als medewerker receptie hier aangenomen op het nieuwe park. Ja, want hoe bevalt het dat nieuwe park? Nu 3 dagen open? Ja, heel erg leuk. Het is wel spannend was het natuurlijk in het begin, maar nu alles eigenlijk loopt, gaat het heel goed. Deze huizen die je hier nu ziet, die zijn voor de zomervakantie, zijn die klaar? En krijg jij hier als bijna oudste werknemer van Roompot niet je eigen huisje? Absoluut niet. En dat is ook niet nodig. Maar ik doe graag werken voor de kost en dat doe ik ook vandaag. Maar ik kan wel minder werk bedenken dan een dagje met jou eventjes rondfietsen om zo eens even wat te laten zien. Dus, zellig, Onze Eva werd dus rondgeleid door Piet Hamelink op dat nieuwe park Noordzee Residence Catzand. En u voegt er dan nog aan toe, meneer Van Koeveringen. En Piet wordt er nog voor betaald ook om daar rond te fietsen. Ja, dat is toch geweldig zo'n baan. Wat een baan, hè? Wie wil het niet? Europa is in crisis. We hadden het er net al even over. En u bouwt toch een nieuw park. Het lijkt een beetje tegen de stroom in. Tegelijkertijd zie je dat mensen all-inclusive naar Turkije en Spanje gaan voor ogenschijnlijk een habbekrats. Ja. Hoe concurreer je daar nou mee? Hoe zorg je nou dat je onderscheiden blijft en dat die mensen naar jou komen? Nou ja, zoals we hier natuurlijk laten zien, is het ook een kwestie van kwaliteit bieden. Er zijn natuurlijk mensen die inderdaad voor €192 een week naar Turkije willen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die zeggen, ik vind het hier prachtig. Ik vind Zeeland een schitterende provincie. Ik wil daar een prachtige accommodatie bij. Ik ben ook bereid om daar gewoon voor te betalen. Dat kost natuurlijk energie. Je moet er natuurlijk aan werken om het gebouw te krijgen, om het georganiseerd te krijgen. We hebben hier ook een poosje over gedaan. 14 jaar, hè, meen ik? 18. 18, sorry. Ja. Op mijn leeftijd tel je niet meer op 4 jaar. Het scheelt 1 kabinet of een paar meer tegenwoordig. Tegenwoordig 2. Maar, en je hebt natuurlijk gewoon capabele mensen nodig die natuurlijk die hele sales en marketing kunnen bedrijven. Zodat je ook onder de aandacht kunt brengen dat het er is. Nou, wij leven natuurlijk in Zeeland in het groot voordeel dat we een enorme hoeveelheid mensen op 1,5 uur rijden om ons heen hebben wonen. Rotterdam, het hele Roergebied, België. Dus er wonen erg veel mensen in verstedelijkte gebieden. Dus de markt is groot. Die markt is groot. Maar je moet natuurlijk wel het passende product weten te vinden. En dat is een uitdaging waar we elke dag voor staan. En dat is ook een geweldige uitdaging. En zoals u ziet, Zeeland kan nog veel. Dit is een formidabele prestatie. Dat heeft te maken met het feit dat wij ons best gedaan hebben. Maar het heeft natuurlijk ook te maken dat de locatie zo geweldig is. En dat moeten we willen zien. Het is een geweldige plek. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik vind, voor Zeeland zouden we 3 woorden in ons vaandel moeten schrijven. En dat is kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit. Ja. En daar staat of valt alles in Zeeland mee. En daar hebben we te lang mee gewacht met daarop in te zetten. Maar dat gaan we gewoon inhalen. En dan zijn we ook als provincie zijn we daarmee bezig om ook het hele toeristische product meer kwaliteit te brengen. Ja. Daar is Sjoerd van Heining ook heel, heel druk mee deputeerde. Bezig. De deputeerde. Ja. En dat gaat ook vast. Dat gaat ook vast lukken. Maar dit is er wel een voorbode van. Ja, want als je kijkt naar kwaliteit, hè, dan valt op dit park dat ieder huisje internet heeft, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat je ook op het moment dat je in je huisje zit en je wilt een tennismaatje en je hebt even niemand bij de hand. Dan ga je het even uitleggen, dan kun je gewoon zeg maar, in een soort digitaal online community kun je gewoon iemand zoeken. Nou, wij denken dat de moderne gast komt natuurlijk kort. De oude gasten van 20 jaar terug, die kwamen 3 weken. Deze mensen komen 4 dagen. Maar ze willen in die 4 dagen ook de community hebben om dingen samen te doen. Samen met de tennissen, met de biljarten, weet ik veel wat. Dat bereikt je vroeger automatisch met een tent. Dat want dan stond je naast elkaar en dan ontmoet je elkaar. Precies. Maar nu zitten mensen in een chic huis. Dat betekent dat ze minder, laten we zeggen, fysieke contacten onderhouden. En dat ze ook maar heel kort aanwezig zijn. Dan wordt het wel minder nat. Dus. Ja, dat is ook zo. Ik wil over die fysieke contacten niet uitweiden. Dat zou veel te lang duren. En bovendien een raar onderwerp aan de orde brengen. Maar je zou natuurlijk iets moeten bedenken waardoor die communities ontstaan. Want vaak kun je dingen niet alleen doen. Je kunt wel alleen tennis als je heel hard kan rennen. Maar de meeste mensen kunnen dat niet. Dus je hebt een maatje nodig. Nou, daar hebben we allerlei digitale nieuwe vormen voor gevonden. Nou hoop ik niet dat u in het vervolg aan mij gaat vragen, wilt u dat eens precies uitleggen? Demonstreren? Nee, toch een beetje oude stempel dan, hè? Ja, dat is niet helemaal aan mij besteed. Maar ik antemeer het wel. En we hebben natuurlijk genoeg jonge Zeeuwse mensen op kantoor zitten die erin doorgeleerd hebben. Die dat geweldig kunnen maken. Ja. Dat is geweldig. Goed. Het tweede is natuurlijk ook dat je daarmee ook banen schept
van een hoger niveau. Ik bedoel, in de recreatie zijn natuurlijk in het verleden heel veel banen ontstaan die zeg maar op een laagwaardig, ik zeg niet minderwaardig, maar op een laagwaardig niveau. Horeca bijvoorbeeld. Ja, alleen maar grasmaaien of dat soort dingen. Prima werk, maar je wilt ook graag de mensen die een hbo-opleiding hebben aan het werk hebben. En daar zijn dit soort issues natuurlijk geweldig voor. Goed, dat is ook de toekomst, zeg maar. Hè? Blijf je onderscheiden in kwaliteit. Kennis, innovatie gaan samen. Ja. Nou, de provincie helpt daar aan mee door te zorgen dat er in alle stranden en alle horeca-toestand dat er wifi is. Absoluut. Straks. Dus ja, dat je niet alleen in je huisje, maar straks ook op het strand. Ja, er zijn een heleboel mensen die toch een uurtje per dag willen werken. Hè? En dat kan. Hè? Terwijl ze toch met hun gezin op vakantie zijn, toch even alle e-mails en alles. Ja, ik herken het. Ik krijg er overigens nooit toestemming voor van thuis. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dus ik doe het dan als ik naar het toilet loop. Ligt aan wie de baas is. Hè? Dat, ja. Dat ja, precies. Daar is ook het probleem in één keer mee omschreven. Wij hebben de mensen op straat ook een vraag voorgelegd. Als nou geld geen beperking is, waar zou dan wat u betreft uw vakantiehuisje staan? U bent een agent? Ja. Ah, heb ik iets misdaan? Nee, nog niet. Dat is mooi gesproken. Als jij nou mag kiezen en jij krijgt van mij een enorme zak met geld om ergens een huisje neer te zetten, waar in de wereld zou jij dan gaan wonen of op vakantie gaan? Nou, dan zou ik het dichtst mogelijk bij het bureau gaan wonen. Katzand. In Katzand? Ja. Vlieland. New Orleans. In New Orleans? Ja, man. Waarom? Ja, daar ben ik geboren. In Andalusië. Zuid-Spanje. Bent u rijk genoeg om een huis te kopen in Katzand? Nee. Wat is rijk? Rijk hoeft zich niet te uiten in geld. Nou, om een huisje te kopen is een beetje poen wel handig. Dan wel. Ja, in die zin rijk, dan zou ik er nog wel wat kunnen gebruiken, ja. Maar wie niet? Maar jij wil dus gewoon het liefst eigenlijk in het politiebureau wonen? Ja. En nou, iedere dag wegrijden met de politiewagen. Met de sirene aan? Ja. Dat is nog eens een mooi mannetje. Die wil vakantie vieren op het politiebureau. Ik hoop niet dat hij dat doet als hij 16 is, want dan gaat het waarschijnlijk niet goed met hem. Wat is jullie droomplek als geld geen beperking is? Waar strandt u dan het liefst voor vakantie? Nou, wij hebben een huis aan het Veerse Meer. Mooier is er niet. Nee, meneer Van Koeveringen? Mijn hele leven is vakantie. Ik heb alleen maar droomplekken. Ik kan van de een naar de andere. Ik heb het mooiste baantje van de wereld. Nou goed, en ik hoor al, u blijft het ook nog even doen. Dus we gaan nog meer van u horen. Ik wil u beiden danken voor uw komst naar dit prachtige Scheldetheater in Terneuzen. En dit was ook onze allereerste aflevering van Zeeuwse Zaken. Vanaf nu dus, iedere vrijdag. Heel graag tot volgende week.